Surinaamse karatekas hebben op 4 en 5 oktober meegedaan aan de Curaçao Open Karate Kampioenschappen. In totaal zijn er 14 vechters meegereisd van 4 karatescholen. En overal is Suriname geëindigd op de 3e plaats met 3 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. En dat nou was aan Puka de Valk, trots Nintapu. André Yuku was de delegatiecoördinator en hij gaf ons de details. Kijk, wanneer je bezig bent met iets, in dit geval sport, moet je steeds weer proberen om het beter te doen. Beter te doen. En om het beter te doen ga je naar verschillende aspecten gaan kijken van hey, wat kan ik bijstellen? Welke hoek moet ik nog anders aanzien? Dus op een gegeven moment, om hoger op te komen, moet je steeds bijstellen, steeds werken aan jouw kwaliteiten. Zijn er nog meer wedstrijden waaraan karateka's mee zullen doen dit komend jaar? Het schooljaar is begonnen. Dat betekent dat er ook wedstrijden zullen volgen binnenkort. Zijn er nationale, internationale wedstrijden waar we naar uit moeten kijken? Oké, op nationaal gebied hebben we zo meteen in november de nationale kampioenschappen. En de grootste van het jaar nationaal. En daarnaast hebben we ook op programma de Caribische kampioenschappen. In juli wordt gehouden. Zo, dus er is heel wat waar we naartoe mogen uitkijken. Ik heb nog een vraag. U heeft het al eerder aangegeven, als je het de toppers wil behouden, dan moet je natuurlijk inzetten. Ik heb ook met enkele sporters gesproken voordat jullie zijn vertrokken. En die hebben ook aangegeven van, ze hebben geen vakantie. Als ze tot de beste willen behoren, moeten ze zich inzetten. Hoe gaan we dus dat nu, het is nieuw jaar, schooljaar is begonnen, een nieuwe inschrijving kan komen. Hoe zullen we de kinderen nu, of de, niet deze nieuwelingen, maar de karateka's bewust maken dat ze zich meer moeten inzetten om tot de toppers te behoren? Dus op een gegeven moment staan trouwens de groep die weg is geweest. Dus na hun wedstrijden hebben we die avond gelijk geëvalueerd. En in principe was het al duidelijk dat ze iets harder moeten werken. Trouwens, zeker voor degene die voor het eerst zijn meegegaan, want zij in principe kennis gaan maken met het geheel. Je hoort van anderen, je hebt slechts een beeld, maar wanneer je persoonlijk er naartoe bent gegaan, dan zie je van, hey, nee, dit is wat men altijd bedoelde. Dus op een gegeven moment hebben ze zelf gezegd van, hey, we moeten harder werken. Kijk, we zouden in principe meer kunnen doen, daar zo qua resultaten. En ik ben behoorlijk blij van wat we hebben neergezet, omdat zeker een van onze jongens het heel goed heeft gedaan. Hij is weliswaar op de 2e plaats geëindigd. En die kampioenschap in principe was van hem, maar ik weet niet hoor, maar dit keer heeft de scheidsrechtelijk gedeelte vreselijk teleurgesteld. En op een gegeven moment kwam die tegenstander naar ons toe en zei van, hey, als ik mijn prijs kon afstaan, had ik het gedaan. Omdat ik weet dat hij van mij heeft gewonnen. En de man die daar zo sprak was iemand van het gastland. Traint in Nederland. En is iemand van wie ze heel veel verwachten. En deze jongen van ons, als je mij vraagt, wist hem te verslaan. En dat geeft mij alleen maar meer durf om te zeggen van, hey, we zijn op de goede weg. We moeten niet opgeven. Gewoon doorgaan. Vandaar dat ik al heb gezegd van, we zullen heel vroeg starten met onze voorbereidingen om het beste eruit te kunnen halen het komend seizoen. De straat.